Yes, hier Femke van Kuik vanuit de Heldere Bron. Welkom. We gaan het hebben over de energie ben je een martelaar. En de ben je een martelaar is een programma die ik met al mijn 1-op-1 klanten clear. En ik wil je zo meteen uitleggen als er wat mensen online zijn. Wat is nou die martelaar? Hoe herken je die martelaar? En wat ik je ook wil uitleggen is hoe diep eigenlijk het werk gaat van werken met de Sacred Activations. Ik heb namelijk een Sacred Activation die heet Ben je een martelaar? En de martelaar kennen we allemaal als de pleaser. Kennen we allemaal als jezelf en je eigen verlangens en behoeftes opzij zetten. En de diepte van dit programma, je zou kunnen zeggen dat een martelaar zijn ervoor zorgt dat je leidt in relaties. En terwijl ik net wat aantekeningen maakte, toen dacht ik eigenlijk van wow, als je op deze manier ernaar kijkt. Wat doe je als je in die martelaarse energie zit? Als je in die conditionering zit, dan heb je eigenlijk opgegeven wat belangrijk is voor jou. Je hebt afstand gedaan van je behoeftes, van je verlangens, voor wat belangrijk is voor jou. En dat is iets wat ons geleerd is. Dat is iets geleerd wat je geleerd is door je ouders. Misschien heb je jouw moeder hetzelfde zien doen. En je oma, en je andere oma, en je andere oma, en de andere vrouw uit de lijn. Maar vergeet niet, er zijn niet alleen vrouwen die martelaars zijn. Er zijn ook mannen die martelaars zijn. Dus we kennen allemaal wel de pleaser. Maar dit is heel grappig, want wat is jouw allereerste gedachte als jij denkt, waar zet jij je behoeftes en verlangens nog steeds opzij en waar maak je de behoeftes en de verlangens van anderen belangrijker? En wat is dan het eerste stukje waar je naartoe getrokken wordt? Want soms denk je meteen aan je partner, maar dat kan ook verblindend werken. Want misschien heb je dat stukje in relatie al geshift. En dat vind ik zo magisch, of eigenlijk wonderlijk, aan het shiften van je bewustzijn. Dat patronen, dat we wel herkennen dat je in relatie pleased, maar in mijn geval de pleaser in relaties, die is liefdesrelaties, die is al heel lang vertrokken. Maar waar die martelaars energie wel kan zijn, is nog tussen jou en je vader. Of tussen jou en je moeder. Of in business, als jij een business of een praktijk hebt, ben jij... Zet je je eigen behoeftes en verlangens opzij in business? Maak je dat wat een ander vindt van jou belangrijker? We hebben het nog steeds over diezelfde martelaarsenergie. Maak jij jezelf een martelaar van geld? Laat je in de keuzes, creaties van jouw verlangens en behoeftes geld voorop staan? Op dat moment ben jij een martelaar van geld. Waar wil die martelaars energie, want ik kreeg echt een hele duidelijke ja van het universum om hier een video over te maken. En sinds december staan alle relaties, kijk maar even terug, welke patronen er afgelopen weken omhoog zijn gekomen. En heb jij soms mogen aankijken in jouw realiteit dat er nog een stukje pleasen zat? Dat je toch nog steeds bezig was om de lieve vrede te bewaren. Om de verlangens van een ander voorop te zetten. Het is soms ook de energie als hij maar gelukkig is. Of als zij maar gelukkig is. Want wat er de afgelopen weken gebeurd is. Is dat alle relaties die jij creëert. Die jij co-creëert. De kans kregen om harthealing plaats te vinden. En het universum heeft je op meer of mindere wijze laten zien waar dingen nog niet in harmonie waren. En heel tof als er harmonie is, want erken dan waar jij vandaan komt. Want dat is ook heel belangrijk. Soms vergeten we dat wat we al achter ons gelaten hebben. Vergeten we dat we al vele versies verder zijn. Dat is wat ik net met een klant heb gedaan in de laatste sessie van het traject.
is dat ik echt zei tegen haar van, weet je, het is nu echt heel erg belangrijk om nu echt een onderscheid te gaan maken. Want A, die vrouw die je was, die is er al lang niet meer. Maar B, de verwondingen die jij in relatie hebt opgelopen, zegt niks over wat jij in staat bent om hier te creëren. Of wat jouw talenten en wat jouw capaciteiten zijn. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Er zit ook nog iets ander grappigs in dat martelaarstuk. En ik zal zo meteen even kijken naar jullie opmerkingen, vragen. Die martelaar, daar zit ook een self-fulfilling prophecy energie in. En de self-fulfilling prophecy, dit is echt een deep dive in bewustzijn. Als je dit bereid bent om dit te gaan onderzoeken in jezelf en om dit te gaan zien, dan ben je echt in staat om tot grote dingen te shiften. Als er ooit iemand iets tegen jou gezegd heeft, hè, en dat is heel vaak, heeft dat plaatsgevonden in kindrelaties. Dus vader-kind, moeder-kind. Als jij ooit het gevoel of het idee hebt ontvangen dat jij waardeloos bent, dat jou het houden van niet waard is, of dat je je best moet doen om gezien te worden, dat je totaal niet gehoord bent, dat ook jouw behoeftes niet duidelijk waren, niet zichtbaar waren. En als jij gelooft dat dat waar is, en dit is zo'n illusie van de Matrix, hè? Dit is zo'n levensles. Jij hebt een negatieve ervaring met een vader, een moeder, een oom, een tante, een docent, oude partners, broer en zussen. Op het moment dat jij gelooft, ik ben waardeloos, ik ben niet goed genoeg, dan ga jij die self-fulfilling prophecy, die hou je in stand. En dit stukje, ja, ik krijg het in het Engels er, ontgrendel je, unlock je, door af te vragen, waar zit ik in een repeterend patroon? Kom ik elke keer dezelfde energie, hetzelfde patroon tegen? En het kan al zijn dat dat patroon je elke keer is aangereikt. Dat wat je al is aangereikt door een partner. Aangereikt is door een ex-partner. Aangereikt is door je moeder. Aangereikt is door een docent. Aangereikt is een keer bij een incident in de supermarkt. Want dit is die energie ook van die martelaar. Als jij namelijk gelooft dat jij waardeloos bent, dan blijf je situaties aantrekken die jou daarin bevestigen. En zo blijf je jezelf, want hier komt nu het martelaarstukje. Je blijft jezelf continu maar martelen en martelen en opnieuw martelen en opnieuw martelen. Opnieuw jezelf schuldig maken met wat er ooit iets is wat tegen jou gezegd is. En zo blijf je dus in die herhalende patronen zitten. Dit is allemaal de energie van de martelaar, van de pleaser, van jezelf opzij zetten, van jezelf het niet genoeg waard vinden, van je eigen behoeftes en verlangens negeren. En ook het niet belangrijk geven. En misschien heb je het zelfs wel opgegeven. Volgende week ga ik hier over een webinar geven samen met Sydney Stel over. En die gaan we bijna lanceren, dus dat komt bijna. Maar waar ik je vandaag alvast even over wilde vertellen, is dat ik Sacred Activations geef. En Sacred Activations zijn eigenlijk een soort computerprogrammaatjes. Dus die martelaar, dit is zo'n groot programma in relaties. En dus niet alleen de relatie met jezelf, hè, want je offert ook jezelf op en je martelt jezelf door maar bezig te zijn om de behoeftes, verlangens van anderen in te vullen. Wat zo'n Sacred Activation doet, is dat als ik hem geef in groepstraining of in 1-op-1 sessies, dan verwijdert hij als het ware dat collectieve programma, die collectieve overtuiging. Ik moet mezelf opzij zetten voor een ander, want dan ben ik een goed mens. Of dat is nou helemaal hoe ik het geleerd heb. Of ik doe dat, want zo voel ik nog enige vorm van waarde of liefde. En wat is dat? Waardoor jij dat programma eigenlijk leeft. En wat heel veel mensen niet weten, want ik heb jullie dat nog nooit verteld. Wat een sacred activation is, is eigenlijk de installatie van een Adobe Photoshop. Of een Excel of een Word. En wat die doet,
is die shift je op zoveel niveaus. En als er één ding is wat ik heb mogen leren in het openen van je bewustzijn van afgelopen jaar, en ik heb het net al een beetje met jullie gedeeld, is dat het soms wel heel duidelijk is dat te weten van oké, ik ben altijd die pleaser geweest in mijn liefdesrelatie. Maar waar ben je dan nu nog steeds die pleaser? Hè? Waar martel je jezelf nog steeds door jezelf niet op de eerste prioriteit te zetten? Het kan in business, geld, relaties, overal, alle relaties. Interessante kikker in mijn keel. En dit vind ik zo fijn met het werken met die sacred activations. Die haalt het oude programma weg, het oude mindprogramma. En daarvoor krijg jij een nieuwe installatie terug. Dus je zou kunnen zeggen dat elke sacred activation vertegenwoordigt een onderwerp. Maar wat die sacred activation doet. En dat is nu iets waar ik nu ook zelf bewust van ben, nu ik hier 2 jaar mee werk en inmiddels teacher ben. Is dat de diepgang, maar ook hoe groot die programma's zijn, dat blijft dus shiften en shiften en shiften en shiften. Want op een gegeven moment ben je dus klaar. Dus ik hou het even bij de pleaser, want dat is een heel mooi voorbeeld. Want hoe werkt het nou? Op een gegeven moment ben je klaar om die pleaser in relaties te stoppen. Dat haal je dan ook als eerste eruit. Vervolgens ben je ook klaar om de pleaser te stoppen als je een ouder bent. Vervolgens, daarna ben je klaar om de pleaser te stoppen naar je ouders. En dat kan ook... hoest ik met jullie kleur? Wauw. Nou ja, in dat geval... wie van jullie mag zich gaan uitspreken nu? Wie van jullie mag zich... En dat is ook het webinar wat ik met Cindy ga geven. Want hier gaan we ook clearer op communicatie over het gaan uitspreken van je verlangens. Het uitspreken van je behoeftes. En dat lukt dus hoogstwaarschijnlijk niet, omdat die martelaar in jou nog actief is. Dus dat is hoe het bewustzijn openen werkt. Uiteindelijk ben je klaar om het over je gehele leven neer te leggen. Om het over je gehele leven te shiften. En het is eigenlijk bizar dat eens een sacred activation is eigenlijk een complete installatie van een nieuw programma. Want dat is hoe het werkt. Jouw mind is net een computer. En dat vind ik zo super tof. Omdat werken met de sacred activations gaat super snel, is mega krachtig. En omdat het je eigen, omdat het is zo, je krijgt echt een nieuwe installatie. Waardoor die patronen tot op de bron toe opgelost worden. En je dus uiteindelijk ook in staat bent. Want dat is iets. Ik heb laatst zelf van Tamara heb ik een 1-op-1 sessie gehad. En toen kwamen er allemaal sacred activations voorbij. En toen dacht ik van, en die ken ik, en die ken ik, en die ken ik, en die ken ik, en die ken ik. Ik denk, oh, en die ken ik. En toen vroeg ik ook aan haar. Ik zeg van, hoe kan dat nou? Weet je? Want alles wat je deelt is geen verrassing. En dat is dus precies, en ik heb al eerder deze inzichten gekregen, hoe graag we dingen ook zouden willen, we hebben een bepaald perspectief. Je bent in staat om bepaalde stukken van bewustzijn te shiften in een bepaalde tijd. We hebben het over het transcenderen van de menselijke ervaring. En ondanks dat ik gisteren een post heb geschreven over Megamindy, welke ik jou echt even adviseer om je om te lezen. Soms zijn we megamindies en zijn we in staat om hele grote dingen te shiften, waarvan je echt denkt van, wow, dat ik dat heb gedaan in 1 jaar tijd. Maar net zoals ik je eigenlijk al heb aangegeven, het kan best zijn dat jij nog die martelaarsenergie, die please-energie, misschien mag shiften naar jezelf. Dat het de volgende stap is. Omdat je gaat afvragen van, hey, waar slaat het eigenlijk op? Waarom? Wanneer? Vooral, hè, wel, wanneer? En misschien zelfs ook wel, in welke levens heb ik opgegeven dat ik mijn eigen behoeftes en verlangens heb? Want de oorsprong hiervan kan best wel eens in een ander leven liggen. Dus dat vind ik
zo magisch aan het bewustzijnswerk. Dat je op een gegeven moment ook steeds meer zicht krijgt op de hele taart. Op de hele taart van je leven. En dat in een bepaald level. En dat is niet van je doet het fout of je doet het verkeerd. Maar dat is vaak de enige referentie die je hebt. En als dus een patroon zich elke keer blijft aandienen, dan kan je er eigenlijk donder op zeggen dat je hem in de kern nog niet te pakken hebt gehad. En dat is dus niet iets fout of verkeerd, maar dat is hoe het werkt. Dus, wat heeft deze video geopend in jou? En waar mag jij die pleaser, die behoeftes verlangen? Wat is het stukje wat jij uit deze video kan halen, die je mee kan nemen op je reis? En dan ga ik even kijken, want ik zie hier een reactie. Het beeld wat je hebt over iemand anders wordt gekleurd door je emoties. En het is zelfs zo dat iedereen, we kunnen met z'n twintigen kijken naar hetzelfde busongeluk. En dan nog heeft iedereen een eigen ervaring. Dat is ook hoe wij energetisch gebouwd zijn. Dat ons perspectief, er is eigenlijk maar één uniek perspectief. Daarom bestaat er ook niet zoiets als de enige waarheid. Want wat waar voor mij is, kan ook, hoeft niet waar te zijn voor een ander en andersom. Je hebt wel de universele waarheid, de universele informatie. En nu ik dit zo met jullie deel, dan zie ik echt zo'n boek oplichten met letters. En dat is hoe het in het universum werkt. En dat op het moment dat als je daarmee connect, en dat maakt soms ook dat bepaalde woorden een bepaald bewustzijn ook. Net zoals dat bij mij echt, dat ik dacht van, en dat kwam in het Engels door. Weet je, wat is de waarde? Wat is de value of giving up your own verlangens? En wat is de waarde om dat op te geven? Om daar niet voor te gaan staan? Om die niet belangrijk genoeg te vinden? Om die elke keer maar op de lange baan te schuiven? Dat is niet logisch. Nee, want het is aangeleerd gedrag. Dat is iets wat society je laat zien. En dat als jij in het vakje van de dualiteit, polariteit wil plaatsvinden. Hè, want je wilt immers een goed mens zijn. Want als jij een goed mens bent, dan verdien je ook liefde. En als je liefde verdient, hè, omdat je een goed mens bent, dan ben je ook verzekerd van jouw plek op de wereld. En dat is eigenlijk allemaal omgekeerde wereld. Want de waarheid is, je bent 100% liefde. Je verdient het om alle liefde al te ontvangen, gewoon om wie je bent, inclusief alle fouten die je hebt gemaakt. En dit is dus zo'n mind shift van het universum die opeens een gehele nieuwe realiteit opent. Dus ik weet niet of je hier iets mee kan wat ik heb gedeeld. En vergeet ook niet dat zodra er lage emoties bij komen, die, ik zou bijna, want dat was een van de inzichten die ik kreeg afgelopen week. Dus het is wel grappig dat je dit aanhaalt. Dat ik bijna zoiets had van, wat mij een stukje werd laten zien, is dat als jij een overtuiging hebt over iemand, dat je daarmee eigenlijk diegene al aanstuurt. En dat ook dan, dat beeld, en dat is meestal een oordeel wat je over iemand hebt, dan is dat ook het enige beeld, het enige perspectief wat je van die ander kan ontvangen. Waardoor je ook nooit de polariteit de andere kant kan zien. Want een oordeel is altijd fout. Een oordeel is altijd zwart. En als datgene is waarin jij gelooft dat die persoon alleen maar zwart kan zijn, dan zal je nooit het wit kunnen zien. Sterker nog, je zou ook helemaal niet kunnen waarnemen dat de realiteit misschien wel is dat die persoon geel is of groen. Beetje een gek voorbeeld, maar dat is hoe het werkt. Dus jouw overtuiging van iemand, hij zal mij toch wel verlaten of zij zal mij toch wel pijn doen. Zo'n overtuiging, hij zal mij toch wel verlaten, dan stuur je signalen naar je partner, want dat is hoe projecties werken. Ga mij maar bewijzen dat mijn self-fulfilling prophecy van de martelaar, hè, dat mijn self-fulfilling prophecy, hij zal mij wel verlaten, dat dat waar is.
En vanaf als dat jouw overtuiging is, dan laat jij ook die schaduw en die pijn van jou, die laat je de relatie creëren. En dat is niet wie jij in werkelijkheid bent. En zo creëer je dan dus ook een afstand. Of misschien zelfs wel dat je partner echt verlaat. Waardoor je kan zeggen, zie je nou wel, voor mij is niet het houden waard. Maar mijn partner heeft mij verlaten. En dat is allemaal aangestuurd vanuit die ene overtuiging of angst. Hè? Want het is, hij zal mij wel verlaten. Dat creëert je realiteit. Het is zo magisch als je erachter komt hoe dit erin zit. Ik ga donderdag beginnen met iets super gaafs. Want wat ik vandaag met je heb gedeeld is één van de fundering Sacred Activations. Die fundering Sacred Activations zijn 26. Ik heb er al 3 staan. Er komen er 2 bij. Dus je krijgt 25 nieuwe computerprogramma's van mij. Computerprogramma's die werkelijk jouw hele leven veranderen. Niet alleen de relatie met jezelf. Er zitten heel veel relatie Sacred Activation, soulmate. Dat is een mega programma, een mega download van alle pijn, liefde en relaties. We hebben een download van familie. Alle shit die in families voorkomt. Innerlijk kind, daar gaan we deze week ook mee beginnen. De innerlijk kind Sacred Activation. Dat is, die kan je zo vaak gebruiken als jij nodig hebt. Die kleurt al jouw innerlijk kindwonden. En er zit nog een tweede deel in die innerlijk kind Sacred Activation. Die kleurt niet alleen die innerlijk kindwonden en innerlijk kindpatronen. En ik heb er wel eens onderzoek naar gedaan. In principe is het bijna zo dat misschien wel 70-80% van de blokkades die jij nu ervaart in dit leven afkomstig is. Van jouw kind zijn. Uit jouw kindperiode. En dat maakt ook dat de overtuigingen en de zienswijze en de kijk die jij op het leven hebt gehad door naar je ouders te kijken, door je ouders te kopiëren. Maar ook de pijn die je hebt ontvangen. En misschien is het niet eens sowieso pijn geweest. Want mijn dochter, het was echt bizar. Natuurlijk kan het niet anders met 2 supersensitieve en begaafde ouders. Dat mijn dochter ook zo is en alle kinderen zijn zo. Vanochtend is ze lag bij me in bed en ze deed mij pijn. En toen zei ze, mam, ik deed je pijn, hè? En ik zei dus niks. Zij kan echt serieus in mijn hoofd. En heel veel kinderen kunnen dat. En die beleven dus ook die pijn van die ouders. En die eigenen dat. Die eigenen die pijn. En die denken van, holy cannoli, dat is voor mij. En vervolgens gaan ze hun verhaal leven van hun ouders. Dat is een van de andere inzichten die ik vorige week kreeg. Dat ik echt dacht van, ik was iets aan het shiften in mijn eigen relatie. En toen dacht ik van, oké, wat is dit? Wat is dit? En toen kreeg ik al die gedachten door. En toen dacht ik, wow, dit ben ik niet. Dit is het verhaal van mijn moeder. Dit is gewoon precies hoe mijn moeder haar leven heeft ervaren. En haar kijk op de wereld. En ik als sensitief kind heb dus dat verhaal van mijn moeder gekopieerd en binnengetrokken. En ben ik over mijn relaties heen gaan leggen. Nou ja, dat is heel schattig, maar niet handig. En zo hou je dus al die familiepatronen in stand. Even terug, want ik kan hier uren over vertellen. Ik ga die training geven. En nu echt met een mega korting. Omdat ik mensen wil die nog geen, voor wie de Sacred Activations nieuw is. Ik heb dus 26 nieuwe programma's staan. Want ik ga namelijk 26 en 27 februari ga ik deze methodiek leren aan andere mensen. En toen ik dit neer ging zetten, toen bedacht ik me. Ik denk, weet je, er is één ding wat voor mij zo belangrijk is geweest en wat voor mijn succes gestaan heeft, maar ook voor mijn groei, waar ik gisteren wat over op de tijdlijn van heb gedaan. Alleen het bezit van die 26 Sacred Activations, en nu klinkt het gewoon net als ik het over papiertjes van de Albert Heijn heb. Maar alleen die Sacred Activations, die hebben ervoor gezorgd dat ik levenslange patronen heb opengebroken, dat ik er doorheen ben gegaan, waar ik daarvoor al een jaar dat tegenhield.
En op een gegeven moment ben ik er doorheen gegaan. En ik ben in dat jaar ben ik door patronen heen gegaan. Maar wat was voor mij nou zo bijzonder? Dat is dat ik niet meer weg ben geraakt van mijn eigen kracht. Want dat was namelijk wat voor 2019, voordat ik met de Sacred Activations in aanraking kwam, wel altijd hetgene wat gebeurde. Dat bij elke upgrade die ik ontving, of met elke verandering die ik wegduwde, dat een mega impact had op mijn business. Op mijn welzijn, op mijn plezier. En op een gegeven moment, toen ik ging werken met die Sacred Activations, en die eerste maanden waren dat die 26, en dat is heel cool, want er zijn nu 26 mensen live. Dat waren dus die 26 Sacred Activations. Ja, jongens, ik ben gewoon door patronen heen gegaan dat ik dacht van holy, 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 holy guacamole. Ja, dit is gewoon mega mini-stijl, weet je? Dat ik dacht van, dit eigenlijk sta je er dan gewoon niet bij stil. En dat was ook nog wel, want op een gegeven moment sprak ik ook een vriendin van mij. Ze zei, jezus fam, echt bizar wat je dit jaar hebt meegemaakt. En je staat en je gaat en je komt opdagen en je gaat. En dat is één ding wat Sacred Activations voor mij gedaan hebben. Deze 26. Ik heb nu nog een fantastisch aanbod. En die korting die ik nu heb, die gaat vanaf morgen gaat die veranderen. Nu kan je het hele pakket kennis maken voor €168. Want de practitioners die ik ga opleiden, want ik ga mensen dit ook leren. Dat jij dit in één op één setting kan geven en later ook in groepen. Maar dit wordt mijn eerste Sacred Level 1 klas en er zijn al aanmeldingen. En toen dacht ik, weet je, de practitioners die ik opleid tot de Sacred Activations, die moeten deze 26 hebben. Punt. En ik heb ze nog niet allemaal opgenomen. Dus toen heb ik iets gecreëerd en dat is het pakket. Tot en met morgen of 2 februari is het met die mega, mega korting. Daarna gaat de prijs omhoog. Is die nog steeds met heel veel korting? Wil jij kennis maken en ontdekken wat dit voor jou doet? Dan is het eigenlijk een no-brainer om hier even naar te kijken. Wat het doet, is het zorgt ervoor dat jij word wie je werkelijk bent. Want dat is wat het doet. Het verwijdert alle programmeringen. En die maakt, en dat vind ik zo tof, het maakt jouw blauwdruk vrij. En je blauwdruk is wie jij in essentie bent. Dat is niet wie jij geworden bent door de aardse lessen, door de aardse pijn. Nee, het is de essentie van je bent. Wie jij werkelijk bent. Maar ook niet alleen wie jij werkelijk bent, ook jouw creative power. Dus ik zou zeggen, bekijk de lijst, want die is echt fantastisch. En ik kan je nu al iets vertellen erover. Dat je waarschijnlijk alleen kan voelen wat dit voor jou gaat betekenen. En het kan direct, als je voelt dat het open gaat, de energie open gaat, gaat die dicht. Want ik kan je zeggen, nu ik hier 2 jaar elke dag mee werk, kan ik nu pas echt zien wat een mega gift dit is. En dat dit jouw zelfhealing tools zijn voor jouw ascensie van 3D naar 5D. Dit pakket alleen al. Het is zo groots en het is zo gaaf. Dus, mocht je dit gemist hebben of op een of andere manier het nog niet gezien hebben, jump on board. Dus ik ga zo meteen de link, zal ik even van het pakket delen en dan kan je er even naar kijken. Dus voor nu, dankjewel. Wat haal jij uit deze video? Wat neem je mee? Want dat is iets, we zijn ook bewuste creators. En als wij besluiten dat wij het waard zijn, dat we alles waard zijn, dat we het waard zijn om alles te creëren wat we willen. Want jouw verlangens, die zijn doorgegeven door God, hè? Dat komt vanuit jouw ziel. En dat is iets wat ik met de Sacred Activations in staat ben om alles te creëren wat ik wil. En het is gewoon bizar. Het is bizar. Mijn business is vorig jaar verdubbeld. Echt bizar. Ik kan het niet eens geloven. Dus ik ben heel erg dankbaar. Dankbaar dat het op mijn pad gekomen is. En dat is ook belangrijk voor iedereen die hetzelfde verlangen heeft. Sacred Activations bestaat. Dus mocht je hier vragen over hebben, stuur me even een berichtje. En dan hebben we het over. Dankjewel. Fijne dag. Bye-bye.